Dit is Roosje. Hoi, ik ben Roosje. Wij zijn de snoepmeisjes. Dat betekent dat wij snoep verkopen en dat met veel liefde en plezier doen, vooral. Roosje en ik hebben samen in de snoepwinkel gewerkt. Toen is de snoepwinkel op een gegeven moment eigendom geworden. En hebben we daar het snoepwagentje van gemaakt, zoals het nu is. We zijn dus gewoon vriendinnen of collega's, vriendinnetjes. En nu zijn we partners in crime. Toen we hier kwamen was het heel spannend, want we wisten helemaal niet wat er zou gaan gebeuren en wat voor festival het zou worden. We hebben ook op andere festivals gestaan, maar dan blijkt het dat het toch heel stil is of heel rustig en dat je jezelf heel erg moet vermaken. Of dat het slecht georganiseerd is of koud. En we kwamen hier en we stonden in een hele mooie grote tent en heel mooi aangekleed en versierd en we kregen een prachtige plek met de spotlight erop. En we vonden zelf dat het wagentje er eigenlijk nooit zo mooi bij had gestaan als hier. Maar de eerste dagen, was het, toen het heel stil was, was het eigenlijk heel leuk. Want toen hebben we geleerd om te jongleren, met borden te gooien en ballen te gooien en kunstjes te doen. En met ons eigen speelgoed vooral heel veel gespeeld. Afgelopen jaar hebben we op Waterval gestaan in Osdorp, een klein festival van de parade. En daar hadden we de snoepwagen al, maar we leenden een tractor. En op een gegeven moment kwamen de Gypsy Roadshow bij. En ze hadden nog een tractor over. Dus dan hebben zij een tractor, een echt Fanfix 2, met sterren, aan Mirjam gegeven. Omdat ze het zo mooi vonden wat Mirjam aan het doen was met de snoepwinkel. Dus en de voorwaarde was... Je krijgt een Fanfix 2, maar je moet wel een keer meereizen met de Gypsy Roadshow. Het is mijn eigen bedrijfje. En het bedrijf is begonnen op de Parade. De Parade is een theaterfestival dat rondreist door Nederland. En gaat naar Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Amsterdam. En hopelijk dit jaar ook naar Barcelona en Berlijn. En daar stonden wij altijd met de snoepwinkel en... weet ik hoeveel snoepmeisjes in een snoepwinkel te werken. En die snoepwinkel, die was in een vaste tent. En die vaste tent is het afgelopen jaar veranderd in een mobiel wagentje. Waardoor het mobiele wagentje ook is gaan reizen. Normaal gesproken was het altijd seizoenwerk. We deden het alleen in het seizoen van de parade, wat wel 2 maanden duurt ongeveer. Waren we bezig met snoepjes verkopen. En dit jaar wordt dat steeds langer. Dus normaal gesproken houdt het seizoen op en ga je iets anders doen in het andere seizoen. Het is ook zo dat nu over het winterkwartier heel kort is, dat we ook nog een pauze hebben in het winterkwartier. Namelijk dat we gewoon weer aan het werk moeten met de winterparade in de Westergasfabriek in Amsterdam. Heeft de parade daarbinnen in de gashouder festival, zeg maar. Dus, en daar komen we ook weer te staan. Dus in december zijn we ook alweer voor jury van Zoetigheid. Sociaal-pedagogische hulpverlening gedaan, dus ik kom eigenlijk uit de sociale hoek en ben op de parade nu 6 jaar heb ik te maken gekregen met theater. Dus ik kom helemaal niet uit het theater en de kostuums zijn vorig jaar eigenlijk ontstaan doordat wij met snoepmeiden meer wilden doen dan alleen maar in de winkel staan. Dus we wilden er steeds iets meer van maken en zo groei je eigenlijk in een stukje spel wat je hebt. Snoep inkopen is sowieso leuk, want dat is bij de Sligo. En de spulletjes die halen we bij een klein zaakje. En dat is ook alleen maar inladen, want we weten precies wat we willen hebben. En verder overal mee spelen, totdat op een gegeven moment we klaar mee zijn. En dan rekenen we af.
hebben dit jaar heel veel kranten gehad, overigens. Ja, maar ik vooral. Ja, zij meer dan ik. Via de parade kwamen we heel erg in beeld. Dus ook als de parade eigenlijk in de krant kwam, dan was het vrij regelmatig zo dat wij als snoepmeisjes in de krant stonden. Wij vertegenwoordigden een beetje de parade op een gegeven moment. Ja. En het leuke was dat we met 6 snoepmeisjes waren. En dus ook in 6 kleuren. Wij zijn altijd roze en blauw. En als we een hele slechte bui hebben nu, dan zijn we geel en groen. Ik hoop wel dat er een toekomst is, ja. Want de parade is mijn geboorterecht, zeg maar, hierin. De parade is mijn thuis. Ik ben een ontzettende reiziger en dat is de plek waar ik elk jaar terugkom. Dus dat zal zeker ook erin blijven. En dat is ook, ondanks dat dit heel leuk is en nieuwe ervaringen zijn, blijft de parade wel, ja. Dus daar ligt mijn hart, zeg maar, wel.